Ja, hoi iedereen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Tom en vandaag begin ik weer met een nieuwe Minecraft Survival serie. Maar er is iets vreemds aan deze survival. Ik heb laatst, dat is echt waar, ik heb gisteren zelfs, heb ik een vaccinatie gekregen. Maar ja, dat is een beetje een verkeerde vaccinatie. Moet ik heel eerlijk bekennen. Kijk. Tuurlijk, ik ben deze, maar het was een beetje een verkeerde vaccinatie. Kijk, deze big bijvoorbeeld. Ik heb een soort power gekregen. Gekke power ineens. Dat ik... Ja, kijk. Het gekke is... Ik heb nu dus een vlees, maar het gekke is... Die vaccinatie, die deed iets geks met me. Ik ben nu ook een big. Welkom bij deze nieuwe serie van Minecraft Survival. Deze serie draait om morph. Dit is een morph mod. Dat betekent als je een dier kilt of iets kilt, kan je het worden. Tot kip aan dragon en ender dragon tot big aan schaap. Zoals jullie zien, nu ben ik een schaap. Je kan ook een guest worden, je kan ook een animal worden. En heel weinig dieren hebben natuurlijk een speciale ability. Daar heb ik het over, een vleermuis. Die kan bijvoorbeeld vliegen. Dan kan je ook echt vliegen. Dat is echt super chill. Maar een animal, die kan TP'en, teleporteren. Nou, ook dan, als je een animal bent, kan je ook echt daadwerkelijk teleporteren. Kijk. En dat vind ik nou leuk. What the fuck doet dit? Oh! Als je een koe bent, kan je je eigen melk drinken en dan gaat al je... gaat alles weg. Dat is chill, want stel ik heb rotte flesh nodig. Of ik heb geen eten en ik kan rotte flesh pakken of zo. Dan... dan kan ik dus echt... het weg hebben. Maar kijk, een kip bijvoorbeeld. Heb je ooit zo'n kip zien vliegen? Ik niet. Ik zie ze wel af en toe zweven als je van hoog doet. Nu zweef ik. En krijg ik damage? Nee, ik krijg geen damage. Dudes, dit is gewoon gruwelijk cool. Ik bedoel, ik zit vast. Nee, maar even zitten. Dit is toch gewoon echt cool dat je gewoon een schildpad. Oh, hallo. Ja? Wil je geaaid worden? Er zit een kat naast me. Oh mijn god. Er zit een mouwen. Ik weet niet of jullie het hoorden. Maar hij zat de mouwen naar me. Vind ik niet kunnen. Vind ik niet kunnen. Maar deze schildpad bijvoorbeeld. Hé, ik vind jou wel leuk. Maar sorry, ik moet je even killen. Want dan kan ik er zelf ook in worden. Wacht, ik doe even een koe. Dat is leuker. Laat me killen! Volgens mij heeft hij heel veel HP. Dat is wel chill. Kijk, zoals jullie zagen, toen ik een kip had, had ik maar 2 hartjes. Yes, nu kan ik een turtle. Wah! Ik ben 1 HP. Wat is mijn arm ook? Even serieus. Maar kijk, nu ben ik een turtle. Nu kan ik ook... Kijk, nu zwem ik volgens mij ook wat sneller in water. Deze kot heet het volgens mij. Als ik die kill... Hier, dan kan ik hem ook worden. Hier. Huppa. Kijk, nu zwem ik er echt poepoe snel. Maar stel we vinden een cave of zo. Stel we vinden een cave of zo. Kunnen we gewoon... kijk, nu ben ik weer gewoon mijn eigen poppetje. Dan kunnen we gewoon in een vleermuis veranderen. Een vos. Wat als we een vos worden? Sorry, vos. I'm so sorry, man. Maar je bent toch fucking snel? Ja, weet je, ik laat je met rust. Het is mooi ook dat we in de spruce forest zitten, want ik bedoel, dat is zo chill, want spruce is voor mij, vind ik echt het mooiste hout dat er is. Niet te licht, zoals birch, niet te donker, zoals dark oak. Nee, spruce. Perfect. Kijk, een oak vind ik ook prima. Oeh, wat is het donker in deze, echt. Oeh, wat eng. Maar spruce is perfect. Oak is, oké, vind ik ook leuk. Oké, ook. Snap je? Maar goed. Kijk, ook vind ik niet erg. Maar spruce, I like it.
I love it, I love it, I love it. Goed. Eerst, ik hoorde een skeleton. Oeh, dat is wel een beetje bout. Ben je heel erg beurt? Ben je heel erg beurt? Hé, hey, maar ja. Mijn idee is dus om te kijken of ik de Ender Dragon kan verslaan. Of zoiets. Zoals ik al zei, elk beest, dus Enderman bijvoorbeeld, die kan teleporteren. Nou, als je een Enderman wordt, kan je ook echt teleporteren. Al word je een creeper, kan je echt ontploffen. Kijk, dan ga je niet dood. En je krijgt ook geen gat of zo. Je krijgt ook geen damage. Maar er ontploft wel. Er komt wel damage. Niet op jouzelf. Maar op andere enemies die naast je staan, zeg maar. Dit is gewoon. Ja, gewoon geweldig. Ik dacht, ja. Laat ik eens een keer een keer iets anders doen. Een mod of zo. En toen kwam ik hier. Nou, dat is toch gewoon gruwelijk cool. Die gewoon. Nou ja, ik heb nu echt zo vaak het woord gezegd. Laten we gewoon niet meer zo heel veel praten. Of ja, eigenlijk wel. Het verdient veel likes en zo. Jongens, hebben jullie nou nog niet geliked op deze video? Doe dat dan even zeker. Like even. Abonneer als je dat nog niet gewend. Als het knopje abonneren rood is, klik er alsjeblieft op zodat het grijs wordt. En dan zie je. En als jouw. Hoe heet het is? Als jouw grijs is, dan klik er alsjeblieft niet op. Want we willen grijs. Het is een beetje saai. Maar kijk, zie je deze steen? Ik begin ook met stenen tools. Allemaal grijs. Nee. Dat is toch gewoon perfect? Is toch gewoon helemaal toppie. Oké, okay, jij blijft wel even koken. Kijk, daar is dus een cave. Ik zat dus te. Ik hoor. Hoorden jullie dat? Ik hoorde een vleermuis. You think what I think? Oh! Nee, ik wil hem killen. Auw. Auw. Waarom hit ik niks? Ik kan nu in een skeleton. Oh, nog één. Oh no, ik ga dood misschien. Poepoe. Aha. Volgens mij ging die kant op. Ik ben nu al dood, jongens. Dit begint al gruwelijk goed. Maar ja, weet je. Boek kunnen. En kijk, zo erg veel hadden we nog niet. We hadden wel. Of eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk hadden we wel wat veel. Oké, okay, wacht. Hier waren die koeien. Toen gingen we. Zo verder. Right? Of zo? Ik weet het niet meer. Oh no, oh no, oh no. Ik ga die berg wel even op. Oh, wacht. Daar waren die turtles. Hier, daar is nog die andere. Wacht, dan verander ik even een vis. Visje, dan kan ik even sneller zwemmen. Een dolfijn. Hé, hey, Mattie. Wacht, hoe snel ben ik nu? Dat valt nog best mee. Ik wil jou. Omdat ik een vis ben, gaat hij niet weg of zo. Hij valt mij ook aan. The fuck? Ik wil killen, please. Yes! Ik kan een dolfijn worden. Let's go! Oké, okay. Waar ging ik weer omhoog? Ik weet het niet meer. Volgens mij hier. Een marretje gewoon. Mijn eigen poppetje. Shit. Shit, maar ik ben Alpha P. What the fuck? Is dit die ene berg? Als ik nu echt te ver val, ga ik dood. Dit is echt zo scheid. Zo bout. Come on. We zijn al 9 minuten bezig. Beetje, ik hoor een schaap. Oh mijn god, ik hoor een schaap. Hey, ik begin wel hier gewoon opnieuw. Hopen dat ik het misschien zo nog even nieuw. Mijn eigen plekje weer kan vinden. Maar ik begin wel hier even snel opnieuw. Give me that. Give me that. Meat. Give me that meat, my guy. Please. More. I need more. I need more.
dat is verbouwd. Het wordt alweer nacht. Maar we hebben een nachtdier. En denk van, of nou, dier niet. Maar we denken van, wat was dan? Een skeleton. Ik weet niet of het zo is dat als je een skeleton bent en je gaat naast andere zombies of andere skeletons of creepers staan, vallen ze dan nog aan? We'll see. We moeten het gewoon even bekijken. Nou, hey, sorry. Ik weet het, ik haat het heel erg. Als ik zelf een boom niet helemaal weghaal. Maar ik kan niet langer wachten. Wat ik even doe. Zo, nu ben ik een skeleton. Snel, pickaxe. Ik hoop dat ik niet daar word gevallen dan. Wat is wat chill, dat je gewoon veilig kan... dingen kan doen. Ja, sorry, ik moet echt uitkijken, man. Want ik ben half HP. Ik ga snel van een furnace maken. Dan moet ik snel van eten maken. Maar ik ben half HP, hè? Dat is niet goed. Dan heb ik 8 nodig. 7, 8. Snel. Maak dit. Hup. Gaan we ook nog even drieën. Of nou, gewoon even wat cobblestone. Zo. Oké. En nu heb ik vol setje tools. Kijk. Hup. 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 1, 2. Oh, nee. 1, 2, 3. Hup. Eten. I likey, likey. Oké. Right. Doe nog even wat meer in. Oh, wacht. Hier is natuurlijk een cave. Please, zeg alsjeblieft dat ze me niet aanvallen. Want ik wil echt niet dat ze me aanvallen. Hallo? Oh, Matty! Hey! Vibing bee! Vibing skeletons! Let's go! We do bing vibing do. Woe! Hallo. Auw. Dat deed een beetje pijn, weet je dat? Dat deed een beetje klein, een beetje heel erg pijn. Zombie hoor ik. Hé, hey, maar dat is chill, gast. Woe, ik zit echt in het donker, hè? Ik hoop dat ik even een vleermuis tegenkom, want dan kan ik vliegen. En hij is klein, dat is heel chill. Of een bij. Ze vallen mij toch niet aan? Nee, toch? Nee, oké. Just for sure, you know. Maar ze vallen me niet aan. Oké, ja. Kijk, deze serie. Ik ben even van plan. Kijk. Omdat je zo kan veranderen en overal naartoe kan vliegen. Is het makkelijk om geen huis te hebben. Ik wil echt wel een gekke basis en zo. Maar goed. Dat komt allemaal later wel. Maar kijk, ik ben benieuwd, hè. Kijk, het zou vast niet. Ik ga weer heel gek denken weer. Maar ik zat te denken, ja, ik ga dingen bouwen met een farm. Toen dacht ik, ja, een farm? Stel, hè, ik ben een koe. En ik zie nog een andere koe. Kan ik dan ook dat doen? Barbim barboem? Ja, dat denk ik zo eigenlijk. Oh, kut, dat was mijn pickaxe. Maar ja, ik hoop het. Oké, nu is het echt het moment dat ik eventjes moet zoeken naar andere mobs. Spinnen, creepers. Moet ik wel echt even doen. Ik moet ook even terug gaan naar mijn plekje. Of course. Kijk, hier is mijn plekje. Lekker plekje. Daar heb ik weer wat eten erbij. Ja, neem maar weer mee. Gaan we weer verder. Creeper. Hallo. Fuck. Nee, maar vallen ze me nu aan? Nee, toch? Ze vallen me aan. Oh no. Creeper. The fuck? Tering. Nee. Hey, besjes. I likey. Maar ook voor altijd? Of is het zo dat hij me nu niet... Ja, hij vat me aan. Oeh, dat was echt een gekke dash.
Oké, run jongens, run. Yes, ik kan een creeper worden. Let's go. Hallo, motherfucker. The fuck? Oké, nu we need to get out of here. Alleen jou wil ik nog. We need to get out of here. Gast, ik kan nu gewoon zeggen, hey, van... Yo, man. Bam, explosie. Dat is sick. Oeh, zombie villager. I like it. Ik heb een zombie villager identity. Dat is nice. Oké, ik zie daar platteland. Maar ik wil ook even wat vleermuizen. Come on, man. Ik wil even wat vliegen en zo. Zo van een cave kan vinden. Ja, laat me met rust. Hebben jullie trouwens wel eens een creeper in het water gezien? Nee. Ja, wel. Ik bedoel, weer wel. Maar... Ik vind het ook grappig dat je bijna elke mob zie je gewoon echt een hand. Rechts onderin. Bij deze mob zie ik gewoon geen hand. Klopt ook. Zeker. Maar ik vind het wel grappig dat ze daar ook echt over na hebben gedacht. Koper. Please. Vleermuizen. Oké, snel pak het koper. Jullie voor. Oh, jullie zien me niet meer. Oh, ice. Iron. Nice. Nog meer iron. Nog meer. Nog meer. Oké. Okay. I like you, like you. Ook gewoon dat het. Het ziet er zo grijnig uit. Als jullie nou deze mod leuk vinden, laat het dan even belonen met een like en een abonnee. Als je nog niet geabonneerd bent. Nogmaals, ik weet het, ik heb het al gezegd, maar alsnog. Ik blijf het zeggen. Ik ga gewoon aan jullie hoofd blijven zeuren van, nou jongens, wel doen hè. Ja, wel doen. Ik zit ineens te denken, ik zit ineens te denken. Het maakt niks uit of ik een creeper ben dag of nacht, want ze verbranden toch niet, right? Come on. Wanna... Waar is de vleermuis? Ah! Waarom zijn die ineens ge... De poepoe! Oké, gekke cave? I like it! Oeh, wat is dat spul natuurlijk? Oh, dat is een nieuw spul. Dit is trouwens ook volgens mij de eerste keer dat ik het in deze versie speel. Dus dat is ook gelijk een leuke toevoeging. Kijk, ik heb nu geen Optifine zo. Ik kan wel shaders aanzetten. Oké, daar is dat spul. I want to see that thing, my guy. Let me just... Later. Jij ook. Later! I forgot that was a sticky thing. Oké, is nog meer iron. Volgens mij is het als je creeper iron of gewoon sommige mobs armor aan doet. Dat je dat niet ziet, maar het wel echt hebt, zeg maar. Dus dat doe ik net uit enchanted armor met allemaal protection 1000 bij wijze van spreken. En ik val en je ziet gewoon normale creeper vallen, zou ik niet doodgaan. Maar even over die vaccinatie wat ik in het begin zei, kijk. Ik heb echt een vaccinatie gehad gisteren. Ik vind het wel fijn dat ik veilig ben voor corona. En ik heb nu echt last van mijn arm. Echt waar. Het voelt als een soort ja, hamer die een keer op je arm heb geslagen. Kijk, het is niet erg of zo. Totaal niet zelfs. Maar ik raad ook zeker aan dat jullie het gaan doen. Dat raad ik ook zeker aan. Maar ik zeg maar, je krijgt er wel daarna even een dag. Volgens mij is het alleen maar één dag. Maar je krijgt in ieder geval één dag daarna last van. Dat valt mee. Ik hoorde trouwens een vleermuis. Oeh. Jongens, ik zit er echt creepy. Zal ik even een lampje aan doen? Oh, wacht ervoor. Even zo. Ja, jullie horen me nog goed, omdat ik een draadloze koptelefoon aan heb. Kijk. Tadaa. Kijk, ik heb een lichtje aangedaan. En ja, jongens, inderdaad, ik zit zo. Maar dat doe ik eigenlijk heel weinig. Goed. Oh shit, nu zie ik wel wat minder. Goed. Oké, jongens. Ik hoop dat jullie het nog goed zien. Maar ik zit al wat minder goed door het licht. Dat is niet erg hoor, maar... Just saying. Niet dat jullie zeggen... Hé, jongens, ik zag...
stom. Ik zag diamond. Terwijl ik het niet zag. Snap je? Oh, ik dacht even dat ik daar echt legit diamond zag. Kijk, ik zie hier licht. Dat is van dat spul. Ik heb al best veel iron, though. I do bing vibing, though. Oh, daar ben ik net geweest. Oké. Okay. Daar kom ik net vandaan. Hier is nog weer... Ik hoor vleermuis. Ja, je kijkt zo over de vleermuis heen. Want je bent het eigenlijk gewoon gewend dat je een vleermuis ziet. Dus dan let je er niet meer echt op, zeg maar. Dus dan, je kan er zo makkelijk overheen kijken. Maar ik hoor hem hierboven of zo. Ik zie ze rest buiten. Nee, toch. God. Hij is volgens mij gewoon legit buiten. Nou, gaan we weer naar buiten. Hallo, creeper. Mede creeper mensen. Na, 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 na. Mag ik naar buiten, creeper guard? Thank you, my guy. Ik vind het zo chill dat geen mob me aanvalt. Ha, daglicht. Chill. Nice. Oké, verder. Auw. I did get some damage, though. Oh, verkeerde knop. Ik kan kijken hoe het eruit ziet als ik... Shit, nee, dat moet ik niet doen. Oeh, ik wil eigenlijk een creeper worden van... hoe heet het? Skeleton worden, maar dat moet ik niet doen, want straks dan verbrand ik natuurlijk. Oh, wacht, ik kan hier wel even bekijken. Ah, oké. Okay. Oké, het ziet er echt zo uit. Lol. Oké, dit ziet er echt heel cool uit, lol. Oké. That's just what I wanna saw. What I wanna looking for. Oké. Cave? Oh, dit is die ene cave waar we al in zijn geweest. Alsnog, please! Ik wil een flipping... Vleermuis! Oeh! Please! Give me a flipping bat! Ik hoor lava. Ik zie daar... Wat als ik een slime kan worden? I think that's kind of cool. Oeh. Random blokje zand, oké. Okay. Like, what the flip? Oké. Okay. Laten we even een visje worden. Nah. Dit is... Of zwemt hij niet sneller? Volgens mij wel, maar niet al te veel. Nee, ik wil niet als vis worden, omdat ik dan heel veel HP verlies. Dikke bergen daar wel hoor. I like it. Oké, sorry, ik liep net even losgaan. Oké, dan word ik weer eventjes een kraper. Een kraper te paper. Gekke parcours skills van Tom Games 84, oftewel Tom de Wolf, oftewel Tom Bad 08, oftewel gekke professional YouTuber van het jaar. Dat is het dus echt totaal niet. Nou goed, boeien. Hup, cool. Kom, hier. How are you doing? Wacht, wat doe ik? Beter. I like you. Oh, wacht, sorry. Ik deed het natuurlijk weer verkeerd. Waar hadden jullie het over? gewoon. Hey. Creepers be like. Komen ze op je aflopen. Hey, shut the fuck up.
lol. Ja, sorry, vond ik wel geinig. Is er nog een cave hier? Please, give me some caves. Oh, ik zie daar iets, volgens mij. Volgens mij zie ik daar een cave. Ik hou van caves. Als ik nou gewoon even een vleermuis deze aflevering kan vinden. God. God, non you. God, non you. Oké, ik zie hier een gat. Een gat in de muur. So huge ass boom over there. Jezus Christus. Dat is wel sick. Wat chill dat we in een spruce biome zitten hoor. Mag ik ook een geit worden? Een geit of een polarbeer? Zit hier iets? Of een lama? Nee, helemaal niks. Ik zie een cave. Ik zie daar ook een gat in de grond. Ik hoor niks. Het zal vast niks zijn. Hier? Flipping niks. Oeh, dit is wel, ziet er wel grappig uit voor een beest of zo. Maar ik weet niet of ik hier wil wonen. Gast, wat zijn die random gaten hier? What the fuck? Dan zit het weer water. Dan is het ineens weer gewoon een random diep gat. The fuck? Oké. Okay. Oh no. Ja, sorry, ik zing heel veel. Niet dat ik ervan hou of zo. Zeg maar, ik vind het niet fijn om gewoon iedereen te zingen. Ik vind het gewoon chill. Kijk, om voor de camera te zingen vind ik niet erg. Want... Maar wat ik niet wil is dat andere mensen het met mij gaan kijken of zo. Dat is erg. Dat vind ik echt flipping irritant. Oké, ik ga hier, ga ik eventjes mijn kampie weer opzetten. Kampie, ja. Oké, ja. Daar is nog een cave. Geronimo, kut. Au. That hurts a little bit. Hurts a little bit. A little bit too much. Auw. Echt uitkijken nu. Ik hoor de vleermuis. Let's go. Hallo, vleermuis. Hallo. Ja, vleermuis. Please. Waarom zit hij nou weer flipping daar? Kom hier. Kom, hier. Stomme flipping... Yes! Ze vallen me niet aan. Maar geweldig, dan moet ik zo. Zo ook of zo. Zo iets doen ze. Dat is creepy, maar goed. Holy! Kijk, ik kan vliegen. Kut! Nu vallen ze me wel aan. The fuck? Holy shit, ik schrik me de poepoe. Ineens vallen ze me wel aan. I don't know. Oké, jongens, we hebben eten. En we hebben een eindelijke vleermuis. Let's go. Ik ga even het boompje zakken. Kijk, nu kan het... Oh, dit is zo chill. Nu kan ik gewoon... Jongens, zeggen van... Jongens, ik ga eventjes op stap. Ik ga even naar de andere kant van de map. Later. En weg ben ik. Ik ben wel één blokje lang, dus boomhakken is niet zo ideaal met deze. Maar wat je wel kan doen, is omhoog vliegen. Thanks, mate. Let's go. Jeet. Dit. En een beetje dit erin en nog iron. Nice. Kan ik misschien even kijken of hier een shipwreck is. Oeh. I think I see a shipwreck over there. Of is het geen shipwreck? Nee, dit is niet. Maar wat is het dan? It is something I don't know what it is. Never mind. Oh. I like that. Let me be a flipping fish.
Kan ik nu ook sneller hakken? Oké, stel hè, stel. Kruber. Hey, Matties. Hey, hoe gaat het met jullie? Vallen jullie hem nog steeds aan? Nee, right? Nee, dat dacht ik al. Auw. Oké, jongens, komt ie. Eerst eten, even wat HP. Ik ga een dikke move doen, ja? Eerst wat ik ga doen is even meer licht. Komt ie, ja? Gekke moves hier. Hoppa. Nice. La 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 la. Why here? Smooth basalt. Nee, dat hoef ik niet. Heb ik nog wat? Ja, oké, mooi. Kan je niet van botten ook stokjes maken? Nee, hè? Moeten ze echt toevoegen dat je van botten ook gewoon stokjes kan maken? Dun, 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 dun. I like it! Kijk, ik neem even dit soort bokken mee. Gewoon puur omdat het leuk is. Oké, ja, dat was het eigenlijk gewoon. Ik dacht van, wat de flip is dit? Maar... Oké. Bo. Dorororo. Durun durun. Een bath. Een bed. Bath, dat is een bad. Oh. Ik dacht van de verte dat het even een shipwreck was. Dat het hout was. Oh, ik heb zo last van mijn arm. Ik kan niet eens kriebelen aan de andere kant. Het is zo gek. Maar zo irritant. Oké. Okay. Oh, hello there. What you doing? Don't explode. Wacht, ik ga let op, hè. Nieuw. Later. Hij is goed. Fuck jou. Vier maar. Ze hebben zo kort weg geweest. Nee, toch? I mean, I'll take it, maar... Kijk eens aan, jongens. Jongens, toch? Dit is toch helemaal goed? Hier. Hoppakaas, kan ik niet dit erin doen? Nee, doe maar niet, dat kan ik niet ook. Nee. Oké. Jongens, ik ben heel blij dat we tot nu toe hebben. Auw! Dat geluid ook. ik stel voor dat we eventjes een huisje gaan, een huisplekje. Enderman! No flipping way, no flipping way, no flipping way. Hit. Hit. Ja, ik moet uitkijken. Ik heb een fucking enderman. Let's go! Let's go! Look at this! What have I, man? Maar het coole aan dit is gewoon dat je gewoon... Now I'm here. Je kan niet echt lekker mikken, dat wel. Kijk, dan kan je wel zeggen... Now I'm here. Hey, hey. Komt ie, komt ie. Oh mijn god. Later. Ja, dat is gewoon gruwelijk cool. Oké, dan maak ik ook nog even een pijltje. Een pijltje. Oké, wat ik nu wel even ga doen, ik throw dit even weg, zo. Even weggooien, zo chill. Dan heb ik even wat meer ruimte. Wat dacht je van een chestplate? Kijk, je ziet het niet, maar ik heb het wel. Het is wel heel chill eigenlijk. Ik vind het wel chill dat deze... Oh, wow, wow, wow. Maar goed, ik vind het wel chill dat deze... mod... Nou, ik vind... deze mod is gewoon zo chill, jongen. Gruwelijk vet ook. Hé, hey, jongens, wat dachten jullie ervan als we zeggen van nee, we gaan op dit eilandje? Oh, shipwreck. Ik word even afgeleid. Sorry, mensjes. Sorry, dames en heren. Jongens en meisjes.
Ik zie een ziprock. Zit erin. Holy moly. Jackpot. Nou, die nuggets hoef ik niet. Maar hier zit dan toch ook nog een keer... Oh. Cool. Oké. Mos. Oeh. Mos. Die hebben we ook nog niet eerder gehad. Dat is ook wat chill. En aardappelen. Ja. Kan ermee door. Kan ermee door. Er zit toch niet nog een kist in? Wel. Lol. Oh, Pirate Treasure Map. Let's go. Ik weet alleen niet hoe dat werkt. I mean. Waar moeten we nou naartoe? Oost. Dus dan moet ik naar het... Waar zie ik Noordoost-Zuidwest? Waar zie ik dat? East. Noordoost-Zuid. Dus dan moet ik naar Zuid kijken. West. North. Dan moet ik... Die kant op. Goed heb. Als ik het goed heb, moet ik dan die kant op. En dan kom ik er. Would it work? Or nee? We will. Flippen. Ja, het werkt! Oké, nu weet ik ook hoe het werkt. Maar goed, eerlijk. What the fuck is dit? Oeh. Nice. Fortune. Oké. Okay. Beetje nuggets. Nou, I'll take it. Thanks. Oké, maar... Oh, dan hebben we ook nog een buried... Wat de... Fuck. Gaat we zitten... Oh, we zijn hier. Oh, lol. Ik vlieg maar een stukje en we zijn hier. Let's go. Oké, okay, dan kunnen we nog dichtbij komen ook. Kijk, daar was het toch, die kant op. Ja, ja, we gingen altijd naar het noord... Nee, zuidwest gingen we. Zuidwest, dat is het zuidwest. Even kijken, waar zag ik het ook alweer? North, ja, daar. East, north, east. Jezus Christus, maar... Shit, waar was het nou? Want ik vloog. En ik vloog. En ik vloog. En? Ik vloog. Maar waar stopte... Oh, was het hier? Hier stopte ik, volgens mij. Stopte ik hier? En toen ging landde ik hier of zo? Is dat het? Zeg eens niet dat het hier is. Boog. Ik weet niet meer, was het hier of... Jongens. Please. Why you do this to me? Why you do this to me? Was het daar of zo? Waarom doe... Nee! Nee! Why now, you know? Why now? Flip! Was het hier? Somewhere over here, maybe? Oeh! Oké, okay, jongens, we hebben zojuist iets gevonden. Maar ja, we zijn al best wel lang bezig, dus ik zeg... Wat wij gaan doen, wij gaan hier uitloggen. Wat is het weer voor ASF? Dit was het weer voor deze aflevering. Kijk, we hebben niet veel gedaan. Wacht, had ik al een wolf? Nee, hè?
Nee, dan weet ik dat nog wat dat we eerst doen. Ik ga eerst even in de vleermuis veranderen. Kijk, we zijn dood gegaan. En dat is niet chill, natuurlijk. Maar de tijd is redelijk aangekomen. En we hebben nu dus een goed ding gevonden. En om dat allemaal nu te doen, is een beetje vervelend. Dus ik zeg, we loggen hieruit. Ik word even een Enderman. Een Enderman. En dan zeg ik, ja, tot de volgende keer. Ik hoop dat de volgende keer wel gaat. Dus, nou, tot de volgende aflevering. Dag! Ja!